hoofdpijn. Ja, je neemt een pilletje en je bent er weer vanaf. Ja, zo werkt het niet. Het is meer dan dat. Ik ben Franke en ik heb chronische migraine. Als ik dat zo zeg, vind ik het zo overdreven klinken. Maar dat is het eigenlijk niet. Het is gewoon een hersenziekte. En dat onderschatten mensen. Ja, ik hoor echt heel vaak, oh, iedereen heeft vast hoofdpijn, stel je niet zo aan. Maar zij beseffen niet dat je dit week in, week uit hebt. Tuurlijk vind je een manier om het te verbloemen. Je wil er gewoon niet mee bezig zijn, want dat ben je al genoeg. Ik maak het ook wel minder voor mensen als ze ernaar vragen. Maar als ik over nadenk wat ik allemaal heb doorstaan, wat ik elke week meemaak en alles eromheen, is het erger dan ik laat blijken. Je wereld wordt kleiner en staat steeds stil. Maar de wereld van anderen gaat door. Eigenlijk is het een soort kortsluiting in de hersenen, waarbij de bloedvaten eerst vernauwen en daarna weer uitzetten. Het lastige blijft nog steeds dat niemand precies weet wat het is. Maar ja, dat het pijnlijk is, is natuurlijk duidelijk. En alles wat je moet missen. Ja, dat ook. Heel veel dingen gaan aan je voorbij. Ja, ondertussen gaan de weken voorbij, de maanden gaan voorbij, de jaren gaan voorbij. Het is wel fijn als iedereen voorbij is.